Je had het al willen doen, hè? Oh, gefeliciteerd, schat. Gefeliciteerd. We zijn op het station van Veenendaal, waar ons bedrijfspand is, Phoenix Lifestyle. En we hebben net ons pand gekocht. En ja, dat gaan we natuurlijk vieren. Want hier is mijn man en partner in crime, Jonathan. En wij hebben onze champagne die we hebben gekregen bij een vastgoedcursus van IBA. Hebben wij bewaard voor ja, deze feestelijke momenten. En we drinken niet meer. Ook niet minder, nee grapje. Dus, het is maandagavond, dus, maar we gaan ook zeker geen champagne drinken. Maar we vonden het nog vetter om ons bedrijf in te wijden met champagne. Dus Jonathan heeft als het goed is heel hard geschud. En ja, dit is dus onze voorkant. En hij wordt nu ingevuld. Je had het al willen doen, hè? Oh, gefeliciteerd, schat. Gefeliciteerd. Nou, dat dus. En we laten ook heel decadent gewoon de glazen wasser komen. Want ja, het is ons feestje. Het is ons feestje. Gefeliciteerd. En? Gefeliciteerd. Wij zijn blij. Het is wel een tof verhaal om te vertellen hoe dit tot stand is gekomen. Na het lezen van het boek Rijke Pa, Arme Pa, las ik dus dat het eigenlijk een heel goed idee is om schulden te maken. En daar raakte ik compleet van in de war. En hij legde heel goed uit hoe je een hypotheek voor je kan laten werken. En op dat moment, een dag later, zouden wij ons huurcontract tekenen. En tijdens het tekenen, zonder dat ik met Jonathan had overlegd, vertelde ik aan de makelaar van hey, zou je een clausule kunnen opnemen in het huurcontract? En, want er zat een optie tot koop op, maar toen we het gingen tekenen, toen zei hij van nou ja, ze willen de optie tot koop laten vervallen. En toen zei ik van nou, ik zou eigenlijk wat met je af willen spreken. Ik zou het de eerste 2 jaar willen huren. En over 2 jaar willen kopen. Nou, dat hebben ze overlegd. Dat vonden ze een goed idee. Maar de lering was dat dat vaak niet gebeurt. En toen zei ik van nou, ik wil die uitdaging wel aangaan. Want ik kan die druk wel gebruiken. De druk op mijn schouders om te presteren. Dus dat heb ik gedaan. En we hebben gevraagd of ze in het huurcontract wilden opnemen dat we dus binnen 2 jaar zouden kopen. En dan met de prijs erbij. En dat als dat niet zou zijn, dat de prijs, of de huurprijs omhoog zou gaan. En Jonathan die zat naast me en die zei echt van, wat doe je nou? Ik zeg, ja, ik heb echt die druk nodig om te zorgen dat we dan ook klaar zijn om te gaan verkopen, want anders dan gaat er gewoon niks gebeuren. En hij moest lachen en hij zei, nou ja, ik vertrouw je er maar op. En zo geschiedde. En het fijne is dat wij een koopprijs hebben meegenomen. Ja, die nu veel hoger is, maar die koopprijs die stond vast in het huurcontract. Dus ja, met dank aan Wim Bouwman, die ons dit pand heeft verkocht en ook flexibel is geweest. Ja, hij heeft ons geleerd hoe je met huurders omgaat. Ondanks dat het niet altijd leuk was, ook niet in de coronaperiode waarin we dicht mochten, moesten. En ik heb hem gevraagd of hij of die ons de huur wilde kwijtschelden. Toen zei hij, ja, nee, ja, dat kan niet. Maar je mag het wel in delen betalen. En toen dacht ik in eerste instantie, jeetje, waarom gun je ons dit niet? Maar achteraf, Wim, ben ik heel blij dat je dit hebt gedaan, want daar heb ik heel veel van geleerd. En ja, we hebben ondertussen vastgoedcursussen gevolgd en ook gekeken van ja, hoe kunnen we nou zorgen dat we dat geld manifesteren om dit pand te kunnen kopen.
Nou, gelukkig heeft Thierry Stokkink met de thuishypotheek mij gewezen. Dit is trouwens mijn broer, sluikreclame. Maar ik zei tegen hem van, joh, kan ik de overwaarde opnemen van mijn eigen huis? Om in het bedrijfspand te steken. Nou, er waren natuurlijk heel veel mensen die zeiden van, nou, dat is niet verstandig en dat moet je niet doen. En toen zei hij, nou weet je wat het is? Je moet gewoon contact opnemen met een specialist. En hij stuurde me door naar Tom ten Voorde. En hij is specialist in bedrijfsfinancieringen. En hij zegt, nou, ik zie eigenlijk wel mogelijkheden. Maar je moet wel veel eigen geld inbrengen. Zeker €90.000. Wat best wel een hoop geld is natuurlijk. Dus we gingen dat proberen uit onze hypotheek te krijgen. Wat in eerste instantie niet goed lukte. Maar ik heb een lancering gedaan bedrijfsmatig. En dat betekende een flinke cashflow injectie. Waardoor onze bedrijfscijfers zo goed waren. Ondanks dat het omzet is, hè, want het is dus geen winst. Want ik werkte met affiliate partners, dus je staat veel van je winst af. Maar dat heeft voor de omzet gezorgd dat we hele goede cijfers draaiden. Waardoor het heel gemakkelijk was om een bedrijfsfinanciering te krijgen. De Rabobank en de SNS hebben ons allebei een aanbod gedaan. We hebben uiteindelijk voor de Rabobank gekozen. En ze hebben ook heel tof gezegd van, nou wauw, wel indrukwekkend dat ondernemers in deze branche, in de gezondheidsbranche, en we hebben natuurlijk ook sportgelegenheid, dat die zo goed hebben gedraaid in een coronajaar. Dus dat is ook een, eigenlijk een klopje op onze schouder. Heel fijn. En wat bleek uiteindelijk? Dat de taxatie van het pand zo hoog uitviel. En dat we dus eigenlijk veel minder hoefden te lenen. Omdat we het bedrag hadden vastgelegd in het koopcontract. Dus we hebben eigenlijk ver onder de marktprijs kunnen kopen. De taxatie was hoog. Wat betekende dat wij nog maar €10.000 eigen geld hoefden in te leggen. Dus het waren meevallers op meevallers op meevallers. En nu hebben we dus ons eigen bedrijfspand. En we houden geld over van onze tweede hypotheek die we hebben genomen op ons huis. Omdat ook ons huis veel meer waard is geworden. En daarmee kunnen we dus ons geld anders investeren. Dus ja, het heeft ons echt mega veel opgeleverd. En dus ook omdat die druk op onszelf hebben gezet met dat huurcontract en het bedrag daarin al hebben opgenomen. Dat zorgde dus één voor die druk om te zorgen dat het ging gebeuren. En twee hebben we daardoor voor een fantastische prijs kunnen kopen en de markt nu een veel betere taxatiewaarde laat zien. Dus het is allemaal positief gestemd om lekker verder te gaan met ondernemen en investeren. En dit succesverhaal wilde ik met je delen, zodat jij er ook lering uit kan trekken of het zelf misschien wel kan kopiëren. Als je er vragen over hebt, let me know, want ik vind het superleuk om met je mee te denken. En kijk, zo'n tof bedrijf we hebben. En wat we eigenlijk doen is, we zijn specialisten in buikvet verminderen. En nou zou je denken, oh ja, buikvet verminderen, ja. Wat de meeste mensen niet weten, is dat dat vaak komt door stress of te weinig slapen. En dat kunnen we testen met een vetverbrandingscheck. Well here. Daar kunnen we uit je ademhaling meten wat er bij jou aan de hand is, waarom je je buikvet opslaat. Dus als je daar meer over wil weten, ben je natuurlijk ook aan het goede adres. Ciao voor nu!